Leuk dat jullie kijken. Ik heb van de week allemaal maskers gekregen voor je gezicht. Dus dit keer zit ik niet in de stoel bij de schoonheidsspecialist, maar nu doe ik het zelf. En ik wil gaan beginnen met de plumping mask. Dat is deze. Deze is ook geschikt voor, is zeker geschikt voor de fijne lijntjes. En dit geeft een enorme boost. Er zit ook een serum in. Ik ga mijn gezicht schoonmaken en dan ga ik beginnen met het masker. Hier op de achterkant staat precies hoe je het moet doen. Ik ben benieuwd. Ik heb al een beetje gelezen wat je moet doen. Het masker moet je 15 minuten in laten trekken. Het ziet er in ieder geval al wel heel mooi uit. Het is van kant helemaal. Dan zijn er dus twee. Oeps. En dat moet je achter je oren doen. Oeps. En deze ook. Zo. Het voelt in ieder geval heel lekker cool aan. Sorry, er zit niet twee maskers in, maar eentje. Dit was gewoon voor bescherming. Nu doe ik heel stoer, net als de andere. Het moet 15 minuten intrekken. We hebben de wekker. Nou, tot zo. Nou, dit masker moet je wel, als je het openmaakt, moet je direct op je gezicht doen. Nou, mijn wekker is gegaan, het is 5 minuten voorbij. Je kunt het gewoon afhalen. Nou, deze intensieve boost in 15 minuten vind ik echt een aanrader. Dus als je deze keer wil gaan proberen, ik zou zeggen doen. Nou, ik heb laatst allemaal van deze maskers gekregen om te testen. Nu heb ik deze al geprobeerd, de plumping. Dat is deze, voor je fijne lijntjes. En nu ga ik de sculpting masker proberen. Dit is meer om het allemaal op te liften. Ik moet eerst mijn gezicht even schoonmaken. Nou, in dit masker zit ook 45% serum in. Het ziet er ook weer zo top uit met zo'n mooi van kant. Zie je dat? Dan moet je de, waar het meeste vocht, dat we zeggen serum in zit, dan moet je natuurlijk aan de binnenkant laten plakken. Nou, dan gaan we weer. Het ziet er hetzelfde uit als de andere masker. Voor de kleine lijntjes, fijne lijntjes. Deze is dus echt meer om dit echt allemaal op te liften. Allemaal. Nou. Ik ga hem even uitzetten, want 15 minuten je op de ding wachten is ook niet echt gezellig. Nou, met een masker kun je gewoon praten. Niet heel lang natuurlijk, of heel veel. Maar dit masker is ook, moet je ook direct openmaken. Wanneer je het aan wilt brengen. Je kunt deze ook 1 à 2 keer in de week kun je deze, gebruiken. Of niet dezelfde, maar gewoon weer een andere natuurlijk. Deze is door het katoen en dat de serum in zit, gaat het helemaal opliften. Ik vind wel dat ik het heel schattig uitzie. De 15 minuten zijn afgelopen. Deze hoef je dus ook niet af te spoelen dit. Dan kun je gewoon inlaten. Gewoon lekker in laten trekken. Het is wel een beetje nattig allemaal dit. Zoveel wat erop zit. Nou, ik vind dat masker thuis altijd heel lekker. Maar ik vind dat best wel moeilijk om welke masker je moet gaan kiezen. Nou, ik heb nu 2 maskers geprobeerd en ik vind deze echt ook heel fijn. Nou, ik hoop dat je wat aan mijn tip hebt gehad. En dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer!